Ik ben Steven de Grieze. De meeste mensen kennen mij als Lecter. Dat is mijn artiestennaam. Ik heb daarvoor gekozen. Ik weet eigenlijk niet meer hoe waarom. Ik denk dat in die periode zo'n beetje... Ik denk dat ik dacht dat dat moest of zo. En ook, er was al Steve Michiels, dat was ook een cartoonist. En ondertekenen als Steven, en hij heet dan Steve, dat was alleen commerciële zelfmoord. En hoe ben ik aan die artiestennaam gekomen? Ik heb er eigenlijk geen zinnig antwoord op. Maar ja, voor een cartoonist moet dat niet, hè. Mijn geboortejaar is 1653. Nee, dat is niet waar. Want mijn geboortejaar is 1979. Goh, ik zie mijn eigen een beetje als een verhalenverteller. Dus die cartoons, ik doe dat nu op dit moment. Maar dat kan goed zijn dat ik dat binnen 10 jaar iets anders doe. Maar het zal wel altijd iets met verhalen te maken hebben of met tekenen. Dus cartoons, scenarist, maar dat kan ook alle andere richtingen nog uit. Misschien dingen die nog moeten uitgevonden worden. Goh, ik teken heel erg hard als lector. Dat valt mij echt op. Ik hoop dat die mens mij geen proces aan doet. Ah, titels. Ah ja, Red Rider, uiteraard. En Harakiwi is een cartoonreeks die ik, ik weet niet, 14 jaar gedaan heb. En ik teken ook elke dag in de standaard teken ik cartoons die gebundeld worden onder ja, een andere titel ieder jaar. Maar dat zijn van die hele dikke telefoonboekachtige boeken, dus je kunt daar niet naast kijken, want die blijven altijd in de winkel liggen. En nee, dat is, ja, dus ik ben van opleiding, ik wist, kleuterschool gedaan, dan een lagere school, middelbaar. En dan, dan dacht ik van oorlogsfotograaf te kunnen worden, heb ik fotografie gedaan. Tot bleek dat ik niet zo goed met geweld en van die dingen om kan. En dat ik ook graag in deftige hotels en zo slaap. Dat is een oorlogsomgeving niet altijd even handig. En daarna heb ik grafische vormgeving gedaan. Maar ja, uiteindelijk cartoonist geworden. Maar daar kun je geen opleiding voor volgen. Qua tekenaar. Matt Groening sowieso, de bedenker van de Simpsons, maar eerder omwille van zijn humor dan zijn eigen tekenwerk, want ik vind dat geen fantastische tekenaar. Möbius, omdat iedereen Möbius goed vindt. Ik denk dat ongeveer iedereen Möbius goed vindt. Ik heb hem ooit trouwens een keer omver gelopen in Angoulême en kort daarna is hij gestorven, maar deze twee dingen zijn niks met elkaar te maken. En verder, ja... Ik kijk ongeveer naar iedere andere tekenaar op, omdat ze dingen kunnen dat ik niet kan. En dat vind ik fantastisch. Ah, het leven en al zijn facetten. En eigenlijk ook de vergankelijkheid. Het feit dat de dood als een soort van zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Ik vind dat heel erg interessant. Ja, ik kan daarvan leven. En ik denk ook niet dat ik iets anders kan, eigenlijk. Dus ik zou een vrij slechte beenhouwer zijn, of iets... Anders vrees ik. Dus het is mijn beroep bij keuze en ik denk ook dat ik niks aan. Ja, het is eigenlijk nog een keer aan wat ik al deed. Ja, ziet en zelfs interviews geven me niet goed in. Ja, toekomstplannen, dat is een moeilijke, hè. Je weet dat op voorhand natuurlijk niet. Ik hoop nog heel veel scenario's te mogen schrijven. Gewoon omdat ik dat heel leuk vind om de dingen die ik in mijn fantasie en in mijn verbeelding op papier... Niet als tekenaar op papier krijgen, omdat ik niet goed genoeg ben als tekenaar, door een andere tekenaar te zien visualiseren. Dat wordt altijd veel krachtiger en veel sterker dan ik mij eigen beeld had. Door Red Rider heb ik bijvoorbeeld geleerd dat met meerdere mensen samenwerken, dat het eigenlijk meer krijgt dan als je het alleen doet. En daarvoor was ik altijd de man van de eenmansprojecten. Dus in de toekomst hoop ik heel veel te kunnen samenwerken. En wereldvrede, dat ook. Ja, als je toch bezig bent.